Dit is Marieke Vermeijeren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en tips en tricks, inspiratie, informatie en extraordinary kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Eerste hulp bij burn-out. Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Daphne Muller. Ik geef op de Bewustzijnsschool les in de kracht van visualisatie. En daarnaast werk ik bij Daphne Weet Raad, waar ik workshops, trainingen en coachtrajecten aanbied. Het doel hiervan is bewuster leven en dienstbaar zijn aan jouw potentieel. Vandaag neem ik je mee in een burn-out en hoe je snel kan herstellen. Ook vertel ik je waarom jij je nog niet beter voelt. Mensen met een burn-out hebben ooit besloten dat het beter was om niet meer te voelen. Ze hebben een situatie meegemaakt die zo pijnlijk was dat het op dat moment beter was om je gevoel uit te schakelen. Het kan ook dat jouw emoties zo intens waren dat je niet wist hoe je daarmee om kon gaan en dat je daarom je gevoel hebt uitgeschakeld. Dit gedrag, of beter gezegd dit overlevingsmechanisme, heeft jou destijds door een lastige periode heen geholpen. Je bent alleen vergeten dat je dit gedrag jouw overlevingsmechanisme weer af kon leren, omdat het je niet meer dient. Herken je dat? Dat je heel veel in je hoofd zit en realiseer jij je dat ook jij bewust of onbewust op een moment hebt besloten dat het beter was om niet meer te voelen? Het resultaat is dat het hoofd, jouw geest, een vrijbrief heeft gekregen om heel veel te denken en heel hard te werken. Jij denkt, of dacht, dat jij je gedachte bent. Ademen zonder na te denken of een handeling verrichten waarbij je uit je hoofd bent, dat was bijna onmogelijk. Dat is wat er vaak bij een burn-out gebeurt. Wel wil ik hierbij vermelden dat als je overspannen bent, dat je er tegen een burn-out aan zit. In deze podcast heb ik het echt over een burn-out, dus opgebrand zijn. Jouw hoofd is een hele lange tijd de hoofdrolspeler geweest. Je denken heeft dus te veel aandacht gekregen. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. En je hoofd is dus overontwikkeld. Wat gebeurt er als je hoofd overontwikkeld is? Dan raak je uit balans. Er ontstaat disbalans. Lichaam, geest en ziel zijn uit balans. Het recept om een burn-out te krijgen is als lichaam, geest of ziel de hoofdrolspeler is en deze drie niet in balans zijn. Jouw geest heeft dus overuren gedraaid. Daardoor ben je opgebrand. Als je een blessure hebt aan je enkel, bijvoorbeeld, dan weet je, ik moet deze enkel ontlasten, want dan herstel ik sneller. En als mijn enkel weer wat beter is, dan kan ik weer rustig aan gaan wandelen, gaan hardlopen, gaan fietsen. Als je een burn-out hebt, kan je het zien alsof je hoofd een blessure heeft opgelopen. Wat doe je als je een blessure hebt? Dan ontlast je hetgene waar je last van hebt. Je denken heeft dus rust nodig. Wat veel mensen juist doen als ze een burn-out hebben, is nadenken. Terwijl je een blessure hebt aan je hoofd. Niet alleen aan je hoofd. Maar in eerste instantie is het het hoofd dat overprikkeld is. Je gaat denken aan, waarom voel ik mij zo? Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Wat kan ik doen om snel beter te worden? En al dit soort vragen. Je hoofd draait nog steeds over uren. Zolang je hoofd de hoofdrolspeler blijft, ga jij je niet beter voelen.
Hierdoor ga je je slechter voelen en duren je klachten veel langer. Dus echt stop hiermee. Er zijn veel mensen die signalen ontvangen, zoals een paniekaanval, hyperventilatie, duizelig worden. Dit zijn allemaal reddingssignalen die jou willen vertellen dat je te veel in je hoofd zit. Jouw gevoel, angst, wil jou laten zien, hallo, ik ben angst. Ik wil welkom zijn bij jou. Angst is perfect om jou te laten zien dat je onvoldoende aandacht schenkt aan je gevoel. Omdat die gevoelens van angst en paniek zo sterk zijn, schrik je er ook van. Wat er gebeurt, is dat wij vaak met ons hoofd gaan rationaliseren hoe het kan dat we een paniekaanval hebben. Een paniekaanval is er om jou te vertellen dat je meer naar je gevoel mag luisteren. Dat is wat het is. Angst is een illusie. Op het moment dat jij weet dat dit slechts de angst, de paniekaanval is, die jou iets moois probeert te vertellen, namelijk: hallo, ik ben angst en angst is een gevoel en jouw gevoel heeft de afgelopen jaren te weinig ruimte gekregen. Dus die wil er ook zijn. Dan zal je zien dat je je beter gaat voelen. Wat gebeurt er nou vaak wanneer mensen een burn-out hebben? De halve wereld gaat tegenwoordig met een burn-out naar de GGZ. En vraagt zich vervolgens maar af hoe het komt dat ze een jaar of twee jaar thuis zitten, terwijl ze toch bij een psycholoog lopen. Naar aanleiding van hetgeen wat ik net heb verteld, is het zo dat je door fases gaat als je gaat herstellen van je burn-out. De eerste fase is, als je dus burn-out bent, je weet niet wat er aan de hand is, je weet alleen dat je je niet goed voelt, misschien heb je wel paniekaanvallen. Fase 1 is werken aan je algehele balans. Heel belangrijk, je hebt een blessure opgelopen, zie het zo. Je hoofd is overbelast. Het belangrijkste is dat je dus zoveel mogelijk je hoofd ontlast. Hoe kan je dat doen? Door te mediteren, te wandelen, zoveel mogelijk bijslapen en niks doen. Lichamelijke kwalen serieus nemen. Je kan naar een osteopaat gaan of naar een haptonoom om te kijken of de spanning in jouw lichaam verminderd kan worden. Misschien heb je blokkades in je lichaam, gespannen spieren of last van je interne organen. Je kan bijvoorbeeld naar een mesoloog gaan om de disbalans in jouw lichaam te meten. In hoeverre sta jij in het rood qua reserves van je lichaam? Welke interne organen zijn er nou echt uit balans? Wat gebeurt er in dat lichaam? Je kan naar een acupuncturist gaan, bioresistentie. Er zijn heel veel alternatieve therapievormen die gericht zijn op lichaam, geest en ziel in balans. Allereerst is het van belang dat jij dus die algehele balans vindt. Heb je nog geen puf om in de auto te stappen of de trein te pakken of ergens naartoe te gaan? Ga dan zoveel mogelijk niks doen. Met niks doen bedoel ik echt 1 activiteit per dagdeel. Dat kan zijn koken, Netflix, serie kijken, 1 iemand bellen, een wandeling maken. En de dagdelen bestaan uit ochtend, middag en avond. Ga je 's ochtends opruimen, dan kijk je 's middags een serie, dan kan je 's avonds een kopje thee drinken. Luister niet naar de mensen die zeggen dat je niet mag slapen. Je bent kapot, uitgeput. Het is van belang dat jij er eerst voor zorgt dat je weer een beetje energie krijgt.
Als jullie hier meer over willen weten, over deze benadering van een burn-out, dan kan je kijken op www.bijnieruitputting.com. Toen ik erachter kwam dat mijn burn-out een bijnieruitputting was, ben ik er heel anders mee omgegaan. Ik wist dat er ergens een disbalans was opgetreden, dat ik in het rood stond qua reserves, dat ik een blessure had en dat het mij dus niet ging helpen om met een psycholoog te gaan kijken naar een oplossing vanuit mijn hoofd. Maar dat ik er eerst voor moest zorgen dat mijn roodstand, om even in die bewoording te blijven, dat die weer in het groen ging staan. En als ik meer energie had, dan kon ik vervolgens gaan kijken naar de mentale oorzaken of de dingen die ik anders zou kunnen doen. Fase 1 is dus je balans terugkrijgen. Zoveel mogelijk bijslapen, niks doen. Even je energie, je batterij letterlijk opladen. Neem daar zo lang de tijd voor als je nodig hebt. Voor de een is dat 4 weken, voor de ander 6 weken, voor de ander 1,5 jaar. Wat ik wel wil zeggen is dat je veel sneller herstelt als je eerder toegeeft aan het niks doen en uit je hoofd gaat. Gehoor geven aan die blessure. Ik kan je vertellen, als jij nu bij een psycholoog loopt of de GGZ en je bent echt burn-out, dan ga je op korte termijn niet beter voelen. Ik weet dit, ik spreek uit eigen ervaring en ik vind het heel belangrijk dat mocht jij nu in een burn-out zitten, dat je de juiste stappen neemt op weg naar herstel. Aan je algehele balans werken, dat is wat het is. Een ander woord voor burn-out is een bijnieruitputting. Dit kan je even opzoeken op internet. Wellicht heb je hier ook nog wat aan. Stop in ieder geval met nadenken waarom dit jou nu gebeurt. Wat je kan doen om snel beter te worden. Wat anderen van jou zullen denken. Dat je het zo erg vindt dat je ziek bent. Dat je er paniek van krijgt. Hoe eerder jij het toegeeft aan het feit dat je een blessure hebt opgelopen, des te eerder ga je je beter voelen. Fase 1 is dus algehele balans. Rust, rust, rust. Pyjama dagen, telefoon uit, sociale activiteiten afzeggen. Echt een soort, zie het als een soort van vakantie in eigen land. Doe alleen maar waar je zin in hebt. Dat is het belangrijkste. Als jij het idee hebt dat je weer wat boven Jan bent, dan is dus de tweede stap om te kijken, is er een alternatieve therapeut, coach of iemand anders die jou zou kunnen helpen? Want nu je wat tot rust gekomen bent en wat meer helderheid verkregen hebt in jouw hoofd en je lichaam en je intuïtie wat meer naar de voorgrond is vertreden, zijn geest, lichaam en ziel meer in balans. Vanuit daar kan je dus heel mooi een volgende stap nemen. Namelijk, bij welke coach, therapeut, psycholoog voel ik mij goed? En wie zou mij kunnen helpen om op zoek te gaan naar wie ben ik? Wat is mijn potentie? Dat wil zeggen, wat is mijn kracht? Wat zijn mijn talenten? Waar ben ik goed in? Vaak als je te veel van het goede doet, dan gaat het niet goed. Dan ga je overdrijven. Als jij jezelf beter kent en weet wat je talenten, passie, drijfveren en jouw krachten zijn, dan kan je dit ten positieve gaan inzetten. Dan kan je de burn-out gaan zien als het beste, grootste cadeau wat je ooit gekregen hebt. En ga je jezelf beter leren kennen. Dat is fase 2. Fase 3 is dat jij als het goed is al wat meer energie hebt, je gesteund voelt, omdat je samen met iemand kijkt waar deze dingen vandaan gekomen zijn, hoe jij
je potentieel kan benutten. En wat jij vervolgens kunt doen om weer te gaan reïntegreren. Misschien wil je van baan veranderen. Misschien ga je verhuizen. Misschien zit je in een relatie die eerst beëindigd moet worden. Een burn-out brengt zoveel teweeg dat er aan het einde van je burn-out fantastisch mooie dingen op je pad gaan komen. Die je misschien nu beangstigde. Of beangstigen, moet ik zeggen. Dat is de volgende fase. Daar neem je ook je tijd voor. Dat is fase 3. Fase 4 is doen waar jij blij van wordt. Vormgeven aan alles wat jij de afgelopen periode geleerd hebt. Ik ga nog één keer kort de fases door. Fase 1 is rust. Telefoon uit, niks doen, hoofd uit, opladen. Vakantie vieren in eigen land, niks moeten, alleen maar willen. Wat wil ik? Het verschil tussen moeten en kunnen veroorzaakt stress. Ik moet van alles, maar ik kan helemaal niks. Dan krijg je stress. Raak je overspannen of een burn-out. In deze fase, in fase 1, is het heel belangrijk om na te denken of te voelen, wat wil ik? Niks doen, series kijken, uit eten gaan of 3 dagen in je bed liggen. Doe vooral wat jou wil. Fase 2 is, je hebt iets meer energie. Ga op zoek naar een alternatieve therapeut, een coach of iemand die jou kan helpen, waardoor jij je beter gaat voelen. Zorg ervoor dat je samen gaat kijken naar wie ben jij? Wat is jouw potentie? Wat is er geweest wat te veel van het goede was, waardoor je bent doorgeschoten in die burn-out? En hoe kan je jouw leven zo inrichten dat jij je volledige potentie benut? Dat is fase 2. Fase 3 is dat je iets beter weet wie jij bent, waar je blij van wordt. Je hebt meer energie, je weet steeds meer wat je wil. Wellicht heb je een relatie beëindigd, ben je verhuisd, heb je besloten om te stoppen van je werk, bij je werk. Dit is de fase van verandering. Ook daarbij hoef je het niet allemaal alleen te doen. Zorg dat je iemand vindt, een therapeut, een coach. Ik noem dat changemaker, een alternatieve therapeut die jou kan helpen. Het kan zijn dat je begint met je voeding, met je lichaam. Waar je ook begint, kijk wat voor jou werkt. Dat is fase 3. Fase 4 is het vorm gaan geven van jouw ideaal. En jouw ideaal is jouw potentieel benutten. Dus wie ben je? Waar word je blij van? Hoe wil jij jouw dag of je week indelen en dat vervolgens gaan doen? Dat gaat jou een heel blij mens maken. Zorg er daarom voor dat je naar een therapeut of een coach gaat die een combinatie aanbiedt van loopbaancoaching, burn-out coaching en life coaching. Het kan ook zijn dat je gebruik maakt van verschillende therapieën, maar investeer in jezelf of vraag je werkgever om daarin te investeren. Je hebt 1 lichaam, 1 ziel en 1 geest. En je hele leven moet je daar nog mee. Dus zorg daar heel goed voor. Ik hoop dat je naar aanleiding van deze podcast wat meer begrip voor jezelf hebt gekregen en je burn-out. Weet wat je te doen staat om je beter te voelen. Welke fases je doorloopt. Ik zeg, het gaat je goed. Doe je best. Jij kan dit. No pressure. Geen paniek. Er is lef, moed en discipline voor nodig om je over te geven aan jouw blessure. Des te sneller jij je overgeeft aan jouw blessure, des te eerder jij weer beter bent. Mocht je meer informatie willen over dit en deze onderwerpen, volg mij dan op Instagram, Daphne Weet Raad, en voor een 1-op-1 sessie of een training kunnen jullie mij vinden via www.daphneweetraad.nl.
Fijne dag.